Superleuk dat je kijkt. Uh, mijn naam is Mirjam Molenbeek van Molenbeek.nl uh, Welkom aan iedereen die al uh, voor de... Nou, dit is vlog 23 uh, van de Nederlandstalige vlogs die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Uh, welkom aan alle terugkerende kijkers. En er zijn ook weer heel veel nieuwe kijkers bij. Superleuk, welkom op dit kanaal. Um, omdat er wat nieuwe kijkers bij zijn en het al even geleden is volgens mij, zal ik een korte introductie doen van wie ik ben en wat ik eigenlijk doe. Uh, en dan ga ik gauw verder met jullie van alles vertellen over mijn breiprojecten van de afgelopen maand en allerlei heel veel leuke nieuwe dingen. Uh, want ondanks het weer van vandaag, ik hoop dat het licht oké okay is. Uh, ik zit al de hele ochtend een beetje te wachten tot ik kan gaan filmen. We hebben net uh, die storm achter de rug. Ik, mijn dochter heeft bij, bij nieuwsbegrip geleerd hoe je dat uitspreekt. Ik geloof dat het Kiara was. En ze weet ook al alle uh, namen van de stormen die nog komen gaan. Uh, het enige dat ik weet is dat we net uh, drie dagen uh, achter de rug hebben met de bus naar school. Nou, de bushalte stopt niet heel dicht bij school. Uh, dus dat is echt elke keer de bus en dan nog een heel stuk naar school lopen, omdat het gewoon te gevaarlijk was. Om met de kinderen te gaan fietsen in dit weer. Um, we hebben geen auto. Dat is een uh, bewuste keuze geweest. Uh, rond dit soort dagen, denk ik wel eens, hadden we maar een auto. Maar dan, nou ja, dan zouden we hier vaststaan. Ik, ik zeg hier omdat we. Uh, ik woon hier in Scheveningen en hierachter ligt een uh, redelijk drukke weg. En dan zie je met dit weer smorgens al dat er allemaal auto's naar elkaar aan het toeteren zijn en de boel vaststaat. staat. Uh, dus dat hebben we niet. De bus kan er lekker langs. En normaal op de fiets kunnen we ook overal lekker langs. Maar uh, ja, uh, het was wel eventjes wat. Hè? Maar goed, uh, we zijn heel gebleven. Jullie hopelijk ook allemaal. Uh, er zijn wat bomen omgewaaid. Uh, maar goed, we zitten er. Maar nu is het gewoon, uh, het is vandaag donderdag 13 februari. Ik weet niet of ik dat al zei. Uh, het is nu gewoon vreselijk hard aan het regenen en heel erg donker buiten. Maar ik dacht, ik ga toch vandaag deze vlog opnemen. Het was al iets later dan gepland en anders dan uh, zou het er volgende week pas van komen. Dus mocht het licht wat anders zijn, ik heb mijn best gedaan met met belichting. Um, nou ja, dan excuses daarvoor. Maar goed, Hollands weer. Uh, het is dus anders dan dat je in de introductie zag. We hebben lekker veel aan het wandelen geweest op die dagen dat de zon wel even doorbrak. Uh, en laten we er maar van uitgaan dat die dagen ook weer aan gaan breken. Terug naar een korte introductie. Uh, mijn naam is Mirjam Molenbeek. Ik praat dus altijd redelijk veel. Um, dus dan ga ik met een omweg overal naartoe voordat ik mezelf dan daadwerkelijk even ga herintroduceren. Dat is vast één ding, dat weet je dan. Uh, daardoor uh, was ik in het begin altijd van plan dat, uh, ja, dat deze vlogs ongeveer 20 minuten zouden duren. Um, nou, dat is in de loop van de vlogs alweer wat langer geworden. Maar gelukkig reageren de meesten daarop met: Dat vind ik niet erg. Um, je hebt een maand om het te kijken, dus je kan zelf ook uh, dingen in stukjes hakken. Uh, Mirjam Molenbeek, ik ben 39 jaar. Ik word dit jaar 40. Jawel. Um, moeder van drie kinderen, uh, Eline van 7, Pieter van 5 en Aagje van 3. Um, heb tot 2017 als docent Nederlands in het onderwijs gewerkt. Ik begon uh, op middelbaar, ja, in middelbaar onderwijs en ben toen uh, na een jaar of vijf middelbare school overgestapt op HBO's lesgeven. En tot 2017, de laatste zes jaar daarvoor, was ik werkzaam hier in Den Haag op de Pabo als uh, taalleerkracht. Ik heb uh, bewust op een gegeven moment ervoor gekozen om uh, even het onderwijs uit te stappen. Uh, wat ik soms nog heel erg mis, want ik mis het lesgeven op zich wel aan de studenten. Alleen hoe, uh, ja, op een gegeven moment dan worden er besluiten genomen en daar moet je het dan maar mee doen. En ik heb altijd gezegd, als ik tegen mijn zin in voor de klas moet gaan uh, staan, dan stop ik ermee. Dus in, um, ik denk dat ik. Ja, ik heb in 2017 zeg maar dat schooljaar uh, afgemaakt. En vanaf september 2017 ben ik voor mezelf begonnen. Ik was al een tijdje breiles aan het geven, uh, want ik verkocht toen uh, handgebreide items. Ik had een etsy-shop met mutjes voor baby's en slingers en dat soort dingen. Uh, toen gingen steeds meer mensen vragen: van, kun je mij ook leren breien? Nou, toen ben ik dat er een beetje bij gaan doen. Want ik werkte toen al iets minder voor de klas. En um, ja, eigenlijk met de beslissing dat ik wilde stoppen even met mijn uh, baan voor de klas, dacht ik, nou, dan ga ik door met het geven van die breilessen. Uh, want het lesgeven op zich vind ik hartstikke leuk. Inmiddels had ik ook ontdekt dat ja, breien, wat ik zeg, ik heb drie kinderen. Op dat moment waren ze echt nog heel erg jong. Uh, nachtenlang wakker. Um, ja, allerlei dingen waar je tegenaan loopt als je net uh, moeder bent of ouders bent. En um, ja, eigenlijk vanaf dat ik les ging geven toen ik begin twintig was, pakte ik het breien weer op. Ik heb dat ooit vroeger van mijn oma geleerd. En heb daar van die heerlijke herinneringen aan dat we samen lapjes gingen breien. En vooral dat we heel vaak naar um, de Zeeman gingen in Dordrecht. Mijn oma woonde in Zwijndrecht en ik in Dordrecht. En dan gingen we met het pontje over en dan gingen we bij de Zeeman alle kleurtjes kopen die ze hadden. Dat vond ik toch wel het allerleukste. Dus de sfeer van het breien, het... Kiezen van mooi materiaal, leuk materiaal. Ja, dat, dat vond ik al heel fijn. Dus daar kreeg ik hele fijne gevoelens bij. Overigens, uh, inmiddels koop ik allang geen netwol meer bij de Zeeman. Uh, dat zal je misschien weten. Want ik heb ook ontdekt dat er veel fijnere materialen zijn om mee te breien en om te dragen. En ja, het materiaal is de helft van je werk. Dus dat, toen ik begin twintig was en het breien weer oppakte, ben ik daar wat verder ingedoken. Ontdekte toen ook revelry en alle Engelstalige patronen. En zo heeft het zich verder ontwikkeld. Ook toen ik kinderen kreeg, ging ik steeds meer breien. Uh, nou, wat ik zeg, handgebreide items verkoopt, dus verkocht. Dus zo uh, ben ik er allemaal een beetje ingerold. En toen ik dus besloot om te stoppen met uh, werk in het onderwijs, dacht ik, oké, okay, ik ga lekker verder met die breilessen. Want ik vind het gewoon, ja, het is een soort, ja, missie vind ik altijd zo'n groot woord. Maar wel, ik, ik, ik wil zo graag andere, uh, ja, met name toch vrouwen, leren hoe fijn het is om die ontspanning te hebben. En, um, ja, dat geldt ook voor mannen, maar, um, nou ja, je snapt misschien wat ik bedoel. Als moeder heb je toch wel een hoop uh, uitdagingen vaak. Als vader ook bij ons hier thuis, is, zijn de rollen echt heel erg goed verdeeld, dus... Ja, ook mijn man heeft zijn ontspanning nodig. Nou, hij vindt dan breien niet zo leuk, maar bijvoorbeeld wel tekenen, weet je wel. Wel iets, iets creatiefs om naast alle denkwerk te doen. Um, maar ik, ik heb voor mij gemerkt dat het breien echt me door ja, uh, dagen dat ik amper geslapen had er doorheen hielp. Omdat je er zo blij van wordt dat je iets aan het maken bent ook nog eens... Wat je daarna kan dragen, of wat je je kinderen met veel plezier ziet dragen. Nou, daarvan ga je straks ook wel voorbeelden zien. Wat ik uh, aan het maken ben, waar de kinderen dan weer heel blij van worden. Dus voor mij is het breien echt um, het, het kopen, het hebben van fijne materialen. Dus ik, ik ben niet van, nou, ik, ik, ik koop, weet ik het hoeveel in, dat stimuleer ik ook niet. Maar wel uh, als je dan iets koopt, koop iets wat je mooi vindt. En dat kan een keer een streng zijn waar je helemaal geen doel bij hebt. Of uh, omdat je het gewoon, ja, je weet dat het op een gegeven moment iets moois gaat worden. Maar ja, net als ik hier de bol heb liggen, ik vind het al heerlijk om naar te kijken. Daar kan ik al heel blij van worden. Um, maar dus werken met die mooie materialen om jezelf dat te gunnen. Weet je? En dat, dat zie ik gewoon heel veel ook om me heen. Moeders die druk hebben en die zichzelf dan niet helemaal die vrije tijd gunnen. Of zeggen, ja breien wil ik ook nog ooit wel leren. Maar ik heb het te druk. Nou juist dan zeg ik, leer breien. Um, geldt niet voor iedereen, maar dat is wel een beetje waar ik met mijn bedrijf voor sta. Vandaar even kort, want sommige van jullie die kijken al heel lang en die denken we weten het wel. Vorig jaar januari uh, dacht ik wel, omdat je toch de druk van buiten een beetje voelt van ja met je hoge opleiding en is dit het nou wel? En uh, je bent toch een beetje, hè, ben je zeker lekker thuis bij de kinderen? En als ze straks allemaal naar school zijn, dan ga je zeker weer echt werken. Nou, ik, ik, ik voelde die druk. Ja, ik had dat nooit van mezelf verwacht. En toch voelde ik die druk en besloot ik op een gegeven moment weer in het middelbaar onderwijs te beginnen. En nou, ik ben daar twee dagen geweest en toen ben ik volledig ingestort vorig jaar januari. Um, niet zozeer door die twee dagen, maar wel door de druk die ik daarvoor al voelde. Eigenlijk heel erg goed onbewust voelde van waar ben ik nou mee bezig? Dat herken je misschien ook wel, dat gevoel wat je dan steeds wegstopt. Nou, lieve mensen, luister ernaar alsjeblieft. Uh, dus een flinke burn-out gehad. En eigenlijk na een paar weken ja, toen ik een beetje weer opkroop. Het eerste wat ik dacht is, ik mis dat bedrijf, ik mis het. Ik vind het heerlijk om hier de mensen. Hier is uh, mijn huiskameratelier in uh, Scheveningen Den Haag. Waar ik steeds meer lessen aan deze tafel aan het geven ben. Uh, en ik vind het gewoon heerlijk om mensen hier dan te hebben, te kunnen helpen, iets nieuws te kunnen leren. Uh, ook uh, tegenwoordig met online tutorials via Patreon. Um, en uh, ook via online lespakketten. Dus eh, ook voor mensen die niet per se hier kunnen komen of niet de tijd hebben om uh, elke week ergens aan te sluiten, kun je ook in je eigen tempo leren breien. Dus dat ja, leren breien verspreiden, dat uh, vind ik gewoon een wijze leuk om te doen. Um, daarbij is dus ontstaan dat ik een grote voorliefde heb voor mooi materiaal. Uh, en verkoop ik heel veel handgeverfde wol van uh, met name Nederlandse ondernemers. Um, wat biologisch wolkatoen. Nou, ik heb er allemaal nieuwe dingetjes binnen. En die zie je in die video's wel steeds voorbij komen. Dus die webshop die is er eigenlijk ja, bij ontstaan vanuit een ja, liefde voor uh, mooi materiaal. Uh, dus dat. nou mocht je vragen hebben, uh, laat ze gerust hieronder achter, dan kan ik misschien nog eens een keer een aparte video opnemen over uh, 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 jullie vragen beantwoord. dus mocht je vragen hebben en zeggen ja dat vind ik leuk, maak maar een korte video uh, met met wat meer vragen die ik heb. laat ze vooral hieronder achter, want dan ga ik even kijken of ik daar uh, nog een aparte video voor op kan nemen. goed, snel to the point. Um, wat heb ik gemaakt deze maand? nou mijn uh, focus is. Ik weet niet of ik dat nou vorige keer al liet zien, dat ik daaraan ging beginnen. Maar ik had de uh, wol geverfd bij uh, textielwerk in Zeeland. En uh, de opdracht van mijn zoontje was uh, rood met zwart. Spiderman-achtige kleuren. Spiderman is geloof ik rood met donkerblauw. Maar hij wilde rood en zwart. Want dat vond hij het meest cool. Dus dat is gelukt. Een beetje gespikkeld garen heb ik toen geverfd. Uh, en best wel een tijdje zitten denken. Van, ik moet daar wel gelijk iets mee gaan maken. Want het is. Niet de kleur waar ik standaard voor zou kiezen. Uh, nou, ik heb naar aanleiding van de vorige vlog of die daarvoor ook een paar ideeën gehad. Hartstikke leuk. Uh, mutsen, dingen. Uh, dus ik was echt wel lang op zoek. Maar ik dacht, ja, een hele muts hierin of een hele kool. Dat draagt hij ook niet zo vaak. Hij heeft zo'n vrij dichte jas die ook al rood is. Dus, uh, en het is een dun fingering weight garen. Dus uh, ja, ik had ook niet zo heel veel zin om... Uh, een enorme kol alleen maar recht, toe recht aan te maken. En toen zag ik in, um, ik geloofde, ja, nee, ik weet wel zeker in een van de vlogs van uh, Katie Green, de Greenbeam-podcast is dat. Ik zal hieronder de naam zetten. Uh, zag ik dat ze een dino-muts had gemaakt en zij had ervoor gekozen om die dino-muts in uh, een DK-weight te maken. Ik kom daar straks ook nog wel even op terug, op die gewichten. Um, omdat de maat van de muts 3 tot 5 jaar is. Nou is Pieter 5, heeft een redelijk groot hoofd, maar ik dacht ik hou toch het patroon aan, want ik brei meestal redelijk losjes en dan zien we wel. Nou daar ben ik eigenlijk, hij is dus nog niet af, dus ik begin niet Ik heb niet zozeer structuur dat ik altijd begin met wat ik af heb en dan vertel wat ik nu doe en zo dat loopt een beetje door elkaar. Maar dit is de dino-muts. De Dino Head van uh, Sari Noordlund. Ook dat zie je in beeld verschijnen. Um, deze rand is dus die uh, handgeverfde wol die ik zelf heb geverfd. En dat is een dubbele rand. Dus er staat in het patroon ook uitgelegd hoe je ja, eerst eigenlijk een hele lange rand, één recht, één averecht, breidt. Verder ga ik er niet heel veel over zeggen, want het is een betaald patroon. Uh, maar één recht, één averecht, een heel lang stuk. En dan uh, uh, moet je hem dubbel breien. Dus dan krijg je een dubbele rand. Wat lekker stevig en lekker uh, warm is ook. En ook wel een leuke body geeft aan die hele mut. Nou, ik had samen met Pieter gekeken naar een beetje andere kleurtjes. Was wel even zoeken. Ik had niks op voorraad liggen. Want ik dacht, ja, die dino's die moeten toch wel of zwart of donkergroen. Dan nou had ik wel een mooie donkergroene handgeverfde wol nog hierachter zien liggen. Van textielwerk. En ik zat een beetje over dat donkerblauw te denken. Maar goed, dan werd het weer niet met zwart. Uh, dus meneer had nogal wat eisen. Maar um, wat ik net al zei. Ik vind het dus super echt genieten als ik iets maak wat ze dan echt heel graag dragen. Um, dus heb ik uiteindelijk voor deze twee bolletjes gekozen. Een grijze en een zwarte. En dat is een... Ik geloof niet dat ik de wolbandjes daar nog van heb. Maar dat is ook van BC Garn. Uh, een merk waar ik de Bio Balance van verkoop. Uh, het is de BC Garn Semia Fine. Ja, dat zeg ik goed. Dus de fingering weight, de uh, ja, een dun garen. Een non-superwash. Dus dit is superwash, wat betekent dat het in de wasmachine kan. En dit is een non-superwash, wat betekent dat als ik het in de wasmachine gooi, dat het gaat verveelten of krimpen. Um, nou, doe ik bijna altijd mijn wolletjes op de hand wassen met lekker een beetje Eucalan. Nou, die heb ik ook in de webshop en daar heb ik op YouTube ook een video over hoe je dat kunt doen: wassen en blokken. Staat bij de instructievideo's. Um, maar goed, die twee wolletjes heb ik erbij gekozen. Die bestelde ik bij Wolgoed, nou, volgens mij op 1 januari, uh, bij Britta van Wolgoed, uh, winkeltje in Dordrecht. Um, en ja, die had ze in de uitverkoop. Want uh, ik geloof dat uh, BC Garn stopt met het maken van deze garens. Uh, dus ik had mazzel, want ik had nog precies de kleuren die ik nodig had. En daarmee ben ik dus aan de slag gegaan. Het hangt er nu een beetje raar bij, want ik ben uh, aan de minderingen begonnen. Ik ben heel erg benieuwd of het past. Ik vind het toch wel een beetje spannend. Uh, want volgens mij lijkt hij wat aan de strakke kant. Maar dat heb ik vaker met Mutsen gehad. En dan zet ik hem groter op en dan werd het te groot. Dus uh, we gaan uit van het meest positieve. Ik heb het nog niet bij hem aangepast omdat ik ja, het eigenlijk gewoon een beetje verrassing wilde houden. Hij heeft wel in het begin ja, de kleuren meegekozen, maar hij heeft nog niet de dino's erin gezien. Dus dat vind ik even leuk om hem daarmee te verrassen. Ik ga hem natuurlijk wassen en blokken en dan, uh, um, ja, dan zal hij sowieso nog een beetje oprekken. Maar ik vond het een erg leuk project om. Um, ja, deze wol ook te gebruiken. En van de rest maak ik uh, een paar sokken. Dat zal ik niet uh, zeer binnenkort doen. Want over sokken breien zal ik zo nog wat zeggen. Maar ik heb al genoeg sokken om te breien op het moment. Maar ik ben echt heel erg blij met het patroon. En ik deelde gisteren een fotootje ervan op Instagram. En toen ja, reageerden heel veel mensen van wat een werk! Ik moet zeggen, het breien van de Dino zelf ging eigenlijk super snel. Want het is een heel fijn ja, het is een patroon. Een Getekend patroon, zeg maar, wat je dus gewoon per rij leest. En dan uh, um, ja, omdat je het patroontje ziet verschijnen, ging het heel snel. Waar ik meer moeite mee had, was de rand één recht, één averecht, een heel eind. Want dat uh, vond ik gewoon heel snel saai worden. Maar ik heb het lekker op een kort rondbreinaaltje gedaan. Dus uh, ja, het ging ook wel lekker op van die momenten dat ik uh, tv aan het kijken was of even tijdens de breiles. Uh, kom ik niet veel toe aan breien, maar weet je, dan kan je het af en toe even oppakken. Dus zo heb ik het voor mezelf wat leuker gemaakt. Maar ik ben er echt heel uh, blij mee. Dus ik hoop dat die past. Want uh, het is een super toffe muts. Anders, uh, dat is het voordeel van drie kinderen. Uh, de jongste zei al, ik wil ook een dino muts. Dus anders wordt deze gewoon voor haar. En dan uh, moet ik voor Pieter gewoon een grotere maat draaien. Uh, er zijn geen grotere maten. Maar dan zou ik een dikker wolletje gebruiken. Ik zat altijd te denken, ik heb die Bio Balance. Die zal ik gelijk laten zien. Want daar heb ik hier neergelegd heb ik twee extra kleurtjes van toegevoegd. Um, dat is dus ook wat ik doe. Ik heb uh, nooit van een nieuw merk gelijk alle kleuren op voorraad. Ik begin met een aantal kleurtjes en dan komen er steeds vaker kleuren bij, ook doordat mensen gaan vragen op de breiles of via e-mail uh, van goh heb je, ik zie dat je bio balance hebt, maar heb je dat of dat kleurtje? Nou dan kan ik het vaak wel bestellen. Uh, en nu heb ik alle kleuren bijbesteld die ik al had en dan bestel ik er gewoon steeds één of twee nieuwe kleurtjes bij. Dat is voor mij de manier waarop ik toch langzaam maar zeker uh, kan groeien en een beetje kan uh, uitbouwen. Uh, en dan hoef ik het niet bij één merk te laten, want dan kan ik toch verschillende dingen inkopen. Uh, zodat mensen tijdens de breilessen hier ook keuze hebben. Uh, dus een uh, Bio Balance. Een witte en een terracotta. Die terracotta, ik was vanmorgen alles klaar aan het leggen. Dacht ik, oh, die komt best vaak terug, die kleur. Dat is denk ik een beetje de kleur van komend uh, lente, voorjaar. En een uh, beetje gebroken wit. De Bio Balance is een combinatie van wol en katoen. Um, ik ben niet zo heel erg van het katoen om mee te breien, omdat ik ja. Katoen heeft natuurlijk vooral de functie dat het vocht opneemt. En het fijne aan wol vind ik dat het reguleert. Dus dat het je warm houdt als dat moet. En dat het verkoeling geeft als het ineens een hele warme dag is. Um, dus naar de zomer toe brei ik eigenlijk altijd wel gewoon of met de wat dunnere, handgeverfde merino-wol. Um, maar ik vind dit een heel goed alternatief. Ik heb hem afgelopen zomer heb ik er, ja, meerdere dingen van gedragen. Onder andere de stilne van Pink Pretties. En. Um, nou, het werkt echt heel lekker, want je hebt dan toch, als het een dag wat frisser is je, dan je dacht, dan zorgt die wol toch voor een beetje warmte. En is het een dag heel erg uh, warm, dan reguleert het lekker. Uh, en dat beetje katoenen door, dat zorgt wel voor een, uh, ja, een zacht wolletje, dus uh, geen prikkelwol of wat dan ook. Dus dit is een beetje de, de wol, ja, het garen dat ik voor komende lente en zomer heel erg stimuleer. Ehm... Um, maar wat ik wilde zeggen, daarin heb ik dus ook uh, de rood en de donkergrijs en de uh, zwart, nee, zwart niet, uh, anthraciet, lichtgrijs. Uh, nou, in elk geval genoeg uh, kleuren om die dino head ook mee te maken. Dus ook een fingering weight. Um, maar stel dat ik hem nog een keer zou willen maken voor komend seizoen, of stel dat jullie hem willen maken, dan zou je hem ook nog hiermee kunnen uh, doen. Um, ja, en dat is voor dat kleurwerk ook wel goed te doen. Dus dat daarover. Uh, even de binnenkant van de munt. dat vinden mensen ook altijd leuk om te zien met dat verhaalbreien. Bij mij ziet dat er zo uit. Volgens mij best netjes gelukt. Um, en voor de. Ik ga nu verder niet in op uh, tips. Maar ik heb voor de patrons uh, op. Uh, ja, dus voor iedereen die mijn patron is. Um, maak ik een extra vlog in de maand. En in de vlog die uh, binnenkort komen gaat. Ik geloof over één week dat die online komt. Maar daar heb ik een stukje opgenomen met tips hoe ik de draden hou bij uh, verhaal breien. Uh, ik ga daar ook nog wel ooit eens een instructievideo over maken. Um, maar op Patreon hadden een aantal patrons aangegeven van nou ik zou wel wat meer willen leren over veraal. Dus dan dacht ik nou deze muts is een mooie gelegenheid om um, daar wat tips in te geven hoe je de draden houdt, uh, um, waar je op moet letten. Um, wat tips voor als je dat vaak te strak doet of juist te los. Nou goed, dat, uh, dat is dan uh, in de Patreon-video voor Patreons. Uh, iedereen kan Patreon worden. Uh, kort eventjes daarover iets, want anders ga ik daar in elke video te lang over uitweiden. Uh, maar patron, uh, Patreon is een Amerikaans platform en je kunt lid worden van mijn platform. Hieronder zie je de link. En daar plaats ik dus elke maand een extra vlog met wat meer uh, informatie achter de schermen. En dus af en toe wat ja, tips zoals uh, bij deze muts. Maar ook instructievideo's. Uh, en de, soms zijn dat losse video's over ja, hoe maak je nou van zo'n streng een bolwol zonder dat je gelijk allerlei materialen daarvoor hoeft te kopen. Um, dus er staan losse video's op, maar ook uh, tutorial reeksen. Uh, de eerste reeks, want ik ben in september pas begonnen met Patreon. De eerste reeks was een uh, top-down truibreien, de flex truibreien. Um, en ik ben nu net begonnen. De eerste video staat uh, online over Magic Loop sokken breien. En die eerste video, ik zit even te denken, die eerste video heb ik opengezet voor nieuwsbrieflezers. Maar ik denk dat ik die eerste video waarin ik dus vertel ja, hoe ik die sokken ga breien, welke materialen je nodig hebt, waar je over na moet denken als je sokken breidt, die zet ik vandaag ook wel gewoon open. Dus dan kun je die bekijken als je nou twijfelt of je Patreon wil worden of dat je zegt, nou ja, dat sokken breien, dat wilde ik altijd al een keer doen en voor 5 dollar per maand instappen. Kun je alle video's bekijken, ook dus wat er al op staat. Um, ja, dat is een leuke manier om dat online te leren. Dan kun je even de video bekijken. Ik link hem ook wel eventjes hieronder en dan uh, um, ja, kun je altijd beslissen of je Patreon wordt. Um, ik had ook laatst een enquête gehouden uh, onder mensen die zeiden: um, Ja, en dat ik zei, heb je er wel eens over nagedacht om pa Patreon te worden en, en waarom heb je dat wel of niet gedaan? Veel mensen noemen de betaalmogelijkheid. Nou, dat heb ik geloof ik al eerder gezegd. Dit platform is gewoon, daar heb ik voor gekozen, omdat het op dit moment het meest betaalbare is voor jullie om in te stappen. Uh, voor mij heel makkelijk werkt. We geen last hebben van allerlei andere reclames of dingen die voorbij komen, maar echt ons eigen besloten platform hebben. Je kunt betalen met je creditcard en met je PayPal account. En je PayPal account kan dan aan je bankrekening gekoppeld zijn. Daar hebben ze allemaal hele goede uitleg over hoe dat uh, moet. En ik heb daarvoor gekozen omdat ik dacht, als je af en toe op Revelry een patroon koopt, ja dan moet je dat ook met PayPal doen. Dus um, ja, daarvoor gekozen. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen terecht, um, ik, ik heb geen uh, PayPal of creditcard en dat wil ik hier ook niet voor doen. Ja, dat kan. Natuurlijk, dat is echt geen enkel probleem. Uh, misschien dat ik in de toekomst nog wel eens een ander platform vind wat goed werkt, maar dit werkt voor nu. Wat ik dus wel heb gedaan en ook ga doen met de tutorial reeksen, dus die top-down truibreien, die flex-truibreien, waarbij je dus van begin tot eind leert ook hoe je het Engelstalig patroon leest, hoe je de goede maat kiest, welke materialen, echt alles van begin tot eind. Die heb ik ook gebundeld en die kun je nu vinden op uh, mijn website onder uh, online, brei, online leren breien en dan uh, online lespakketten. Dus daar staat hij als pakket. Dan koop je gewoon één pakket, dan krijg je alle video's in één keer. Uh, je kunt dan ook je vragen stellen. Dus dat is denk ik het voordeel van Patreon zijn of Patron zijn. Uh, of die online lespakketten. Je kunt ook gewoon je vragen stellen. Uh, dus niet dat je allemaal gratis video's kijkt en na een half uur denkt. Huh, wat uh, uh, zie ik er toch net niet dat stukje wat ik nodig had. Um... Ja, ik probeer alles zo duidelijk mogelijk op te nemen. En uh, is iets niet duidelijk, dan kun je gewoon je vragen stellen. Dat is daar denk ik het voordeel van. Bovendien is het heel gezellig in de Patreon groep nu. Uh, iedereen stimuleert elkaar ook. Mensen brengen in wat voor nieuwe tutorials ze willen. Dus uh, ja, dat over Patreon. Nou, ik kan er nog heel veel meer over zeggen. Uh, ook daarvoor, mocht je vragen hebben, stel ze hieronder. Dan maak ik even een aparte video met jullie vragen beantwoord over van alles. Dan, ja, eventjes om dan in de sfeer te blijven wat ik voor Pieter maak en wat voor eisen die heeft. Ik was ook een beetje aan het naaien begonnen, heb ik in de vorige video al wel wat over gezegd. En ik had een stofje in, uh, in Engeland gekocht tijdens een vakantie, ik denk echt al vier jaar geleden. Ja, Aagje was er nog niet, onze jongste. Uh, een Spider-Man stofje. Je ziet hem hier al een beetje verschijnen. Um, en meneer had bedacht dat hij daar wel een kussentje van wilde als ik dan toch aan het naaien was, een kussen voor op zijn bed. Um, en daar is hij. Het is niet perfect als je van dichtbij kijkt, maar het is het eerste kussen dat ik heb genaaid met een rits erin. De rits zit hier. Bah. Een witte rits zit erin. Nou, het is toch wel netjes, hè? Dat je hem niet zo goed ziet. Uh, de rit zit hier. Een witte rit. Dus daar zit de rit. Uh, met de tutorials van Marike van uh, Soon Natural, die ik vorige keer al noemde. Ik zal hieronder nog eventjes haar uh, naam in beeld zetten. Zij is ook begonnen met vlogs. Maar dan dus over naaien. En zij uh, verkoopt dus ook online lespakketten. Zodat je online kan leren breien. En daar zit dus een patroon bij. Ik heb de naailes beginners gevorderd. Daar zit dus een patroontje bij voor het naaien van een kussen met drie opties. Met een flapje, met uh, knoopjes of dus met een ritsje. Uh, en ik vond die rits wel handig, want ik dacht, ja, dan kan je het makkelijk wassen. Dus uh, nou, ik zat helemaal in de, in de jongensbreizels ineens. En, dat wil ik niet uh, generaliseren, maar in elk geval, Pieter is helemaal into Spiderman en dino's en dat soort dingen. Dus uh, tegelijkertijd uh, loopt hij hier ook... Uh, met poppen rond en heeft hij roze jurken aan, hoor. Dus uh, het gaat lekker door elkaar. Maar dat was bij Pieter ook wel een beetje omdat ik uh, met de kinderbreilessen ben begonnen. Op zaterdagochtend. Wat echt zo vreselijk leuk is om te doen. Uh, ik ben met een heel klein groepje begonnen. Die meiden zijn acht en net negen geworden. En Eline van Zeven sluit ook aan. En Pieter dus ook af en toe. Nou is Pieter vijf, dus uh, uh, fijne motoriek. Hij kan nog niet goed de breinaalden vasthouden, maar hij zit wat mee te doen met dingen, borduren en met zijn punnick En hij had toch wel zoiets van: en gelukkig die meiden die op les zaten, die zijn ook helemaal niet zo van het roze of paars. Maar hij zei wel: van ja, um, de volgende keer moeten er ook maar jongens op les komen. Want er ja, was op een gegeven moment een ouder, en die, ik weet niet of dat nou op het schoolplein was of ergens, maar die zei van. Uh, die maakte een beetje een grapje naar zijn zoon. Van, oh, dat is ook wel wat voor jou, hè? En die ging daar heel erg om lachen. En dat vond Pieter dus echt heel erg gek. Want die zei, maar hoezo is dat dan grappig? Dus ik legde uit van, nou... Vaak denken mensen dat breien vooral voor meisjes is. Nou, dat vond hij dus echt heel erg stom. Want hij zei, nou... Dan denk ik... Hij zei echt letterlijk... Dan denk ik dat ze misschien bang zijn dat ze het niet kunnen. Want het is natuurlijk best wel moeilijk. Dan dacht ik, ja, dus misschien hebben we daar wel gelijk in, maar toen was ik dus wel van, ja, dan gaan we gewoon allemaal stoere dingen breien en dan kunnen al die jongens lekker zien dat het ook super stoer is. Dus nou ja, uh, ik was ineens door hem aangestoken met al die uh, Spiderman en dinos. Vind ik ook wel weer heel erg leuk. Uh, ik weet niet of dit, nou ja, ik zit lekker te ratelen. Goed, uh, we ratelen lekker door. Um, dus dat, dus dat voor de dingen die ik gemaakt heb. Nou, daar was ik dus eigenlijk heel hard mee bezig. Ik ben ook nog een stukje verder gegaan aan mijn sokken die ik uh, van mijn sokjaren blankend aan het maken was. Um, dus die was ik magic loop aan het breien volgens een patroon van de Knitting Expert. Nou, inmiddels heb ik beide benen had ik af. En ik heb bij beide sokken een heel ingezet. En ik wilde dus proberen. Ja, ik ben wat verschillende hielen aan het uitproberen, hè, omdat ik toch ook wel de, vaak de vragen krijg van mensen van, ja, ik vind dat uh, opnemen van die hielen dat vind ik echt lastig. Dus kun je me niet de German Short Row leren? Of je hebt nog de Fish Lips Kiss heel? Of, nou, er wordt van alles bedacht om dan die heel makkelijker te maken. Wat ook zo is bij dit patroon van de uh, knitting experts. Um, ik zal even hieronder zetten als ik dat niet vergeet. Welk patroon het is. Maar het is een basispatroon waarbij ze je dus leert uh, via de uh, German short row die heel te breien. Dus dat betekent dat je geen steken op hoeft te nemen. En ze heeft dan ook nog eens, want de German short row vinden mensen vaak lastig. Maar zij heeft dan echt best wel een hele simpele manier bedacht waarop je dat kan doen. Dus dat wilde ik uittesten. Nou, het, uh, het was vrij simpel inderdaad. Maar ik vraag me af of dit nou zo'n hele stevige heel is. Um, ik vind ook de randen. Ja, ik denk dat dat toch een beetje gaatjes gaat geven. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of het lekker past. Ik vind hem zo klein aandoen. Uh, dus ik ga de sokken zeker afbreien bij allebei. Ik brei er dus twee tegelijkertijd op twee verschillende naalden. Um, en ik ga ze zeker afmaken, want ik vind het gewoon leuk. Dus ook um, de wol die ik zelf heb geverfd. En ik wil zeker wel het aanpassen. Maar vooralsnog ben ik nog steeds gewoon fan van de Hollandse heel. Lekker stevig. Gewoon steken opnemen. Uh, niks mis mee. Um, ik ben nu dus ook de tutorial reeks begonnen voor de Patrons. Patrons. Waarin ik je die, uh, die heel gewoon uitleg. En heel duidelijk ga laten zien hoe je die steken opneemt. En uh, dat dat eigenlijk helemaal niet zo spannend is. Als dat mensen vaak denken. Je moet het alleen wel een keer goed gezien hebben. Dat had ik ook. Toen ik mijn man leerde kennen, toen uh, was ik net sokken aan het leren breien. Toen heb ik echt tig keer dat hij naast me zat, dat ik het hele been af had. En dan was ik bij de hiel en de heel flap ging nog. En bij de steken opnemen ging ik mis en dan trok ik de hele boel weer uit. En ik zie dat ook hier bij de sokkenbreilessen. Mensen hebben vaak al wat geprobeerd, maar het gaat dan bij die hiel. En dat moet je gewoon eventjes een keer gezien hebben. En daarna kan je talloze sokken breien. Bijvoorbeeld ook de sokken uit de 52 Weeks 52 Weeks of Socks boek van Lennon magazine. Nou, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel voorbij zien komen. Bij mij waren het tot drie keer toe uh, de boeken binnen een uur uitverkocht. Ik laat het daar nu ook bij, want uh, ja, dat is voor mij nu nog behapbaar om straks al die boeken uh, naar jullie toe te sturen of naar degene die dat besteld hebben. Maar een super gaaf um, boek met hele mooie sokpatronen. Dus, um, <coughs> ik dacht, dan kun je voor die tijd leren om sokken te breien. Voor de oplettende kijker, het uh, kaarsje achter me is uit. Uh, misschien ben ik wat verschoven. Uh, het was een heerlijk geurkaarsje, maar het begon een beetje op mijn keel te slaan. Dus uh, ik heb hem even uitgezet. Nieuwe wolletjes. Ik ga door met de, uh, want wilde ik nog iets vertellen? Oh ja, wacht even. De um, trui tender die ik aan het breien was, daar ben ik nog wel een stukje aan verder gegaan. In de heerlijke wol van Erika Knight. De DK wol. Uh, al eerder gezegd, hij lijkt wat blauwer op het scherm. Het is echt een goede petrol kleur. In de webshop staat die uh, kleur goed. Dus het is een trui die je van beneden naar boven breidt. Heerlijk patroon. Uh, maar de dino muts heeft een beetje de... Uh, ja, die heeft een beetje gewonnen. Afgelopen maand. Dit gaat de trui worden de tender van Melody Hoffman. Wat je ook weer op Revelry vindt. En ik gebruik dus de Erica Night Decay Wol. Wat echt een hele fijne wol is: een non superwash wol. Um, ja, Decay dikte. Uh, en als je nou over die diktes niet zo goed weet van wat kan ik nou met die wol maken? Als je uh, mij opzoekt op Revelry dus de user Mirjam Molenbeek en je gaat naar mijn favorieten dan kun je klikken op bundels en ik heb daar bundels aangemaakt uh, wat kun je breien met fingering weight wol wat kun je breien met uh, worsted en aran weight wat kun je breien met dk weight dus daar kun je uh, heel duidelijk opzoeken van oh nou wat zou ik hier nou mee kunnen maken als je ook um, bijvoorbeeld in mijn webshop naar de Erica Knight wol gaat dan uh, staat er bij de algemene beschrijving bovenin, staat ook altijd uitgelegd van wat voor wol het is, wat de steekverhouding is. En daar bij elk wolletje link ik eigenlijk naar die Revelry borden. Dus dat is misschien handig als je een keer denkt van nou, ik vind het een super mooie wol, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet maken. Ik vul die borden constant aan uh, en daar staan dus allerlei tips ik heb pas ook weer voor die Bio Balance, omdat dat zo'n lekker garen is voor naar het voorjaar toe, die valt onder een Fingering Weight garen. Um, dus ik heb ook allemaal dingen toegevoegd uh, bij de Fingering Weight, die je dus ook gewoon daarmee kan maken. Dus ook uh, truipatronen, die vaak uh, zo'n handgeverfde Fingering Weight wil vragen. Als je dan zegt, nou, die vind ik echt. Um, ja, dat vind ik voor dit patroon bijvoorbeeld te prijzig. Dan is die, um, die Biobalance een hele uh, ja, betaalbare optie. Uh, een betaalbare optie, maar ook een optie die als je zegt, nou ik wil toch niet met een 100% merino breien voor de zomer. Dan is die Wolkatou mix gewoon lekker. Dus uh, dat daarover. Uh, verder, hier ligt nog mijn uh, Granny Stripe Blanket, mijn, geha mijn gehaakte deken voor Eline. Hij is echt enorm inmiddels. Ik dacht laatst, ik ga hem nu toch echt. Uh, uh, ja, ik ga er echt mee stoppen. Ik zal hem heel even laten zien. Dit. En nou, hij hangt nu bij mij op de, op de grond, zeg maar. Dus hij komt bij mij al tot. Uh, hij komt bij mij al tot onder mijn kin. Het is nog net niet zo lang als een eenpersoonsdekbed. Um, maar een vriendin die kwam nog aan met hele leuke wolletjes met allemaal roze erin en, uh, want dat was ooit de opdracht van in elke minisken moet roze of paars zitten en dan mag hij in het deken. En die kwam nog met een paar hele leuke kleuren aan. Even kijken of het goed gaat, want mijn beeld valt weg. Ja, uh, mijn computer ging ineens updaten. Um, dus. Ik dacht, nou, ik ga nog een klein stukje verder. Ik twijfel heel erg, want veel mensen zeggen, officieel moet er bij het patroon een rand omheen gehaakt worden nog. Um, maar veel mensen zeggen, nou, hij is eigenlijk zo mooi zoals hij is, dat zou ik niet meer doen. Ik ben benieuwd, wat zouden jullie doen? Ergens denk ik, ja, het is nog wel mooi om hem met een rand af te werken. Maar aan de andere kant, als hij zo af is, dan ja, kan een rand in één kleur misschien ook alles onderbreken. Nou. Als je daar een idee over hebt, laat het me hieronder achter, dan ga ik het meewegen. Um, ik was ook druk bezig met mijn boekje van Papertime. Die heb ik al vaker laten zien. Een uh, boekje wat echt onwijs fijn is om al je breiprojecten in bij te houden. Uh, je hebt een stukje wit, een paar lijntjes. Je kunt ook als je bijvoorbeeld ideeën hebt voor een patroontje of zo, kun je dat uittekenen. Uh, wat bullet, zoals bij een bullet journal. En achterin staat een superhandige inhoudsopgave. Echt een heel fijn boekje is het. Bij mij is hij inmiddels meer een um, ja, gewoon algemeen journal geworden. En wat ik doe, wat ik altijd zo leuk vind in al die uh, journals die je voorbij ziet komen, zijn die kleine foto's. En ik had al een keer zitten kijken naar zo'n. Ja, zo Apparaatje wat je dan op je telefoon kan aansluiten uh, en waarmee je je Instagram-fotootjes kan uitprinten. Maar die dingen zijn best wel duur en dat geld heb ik nu gewoon niet. En ik weet ook niet of ik dat erin wil investeren. Maar ja, ik vond het wel een heel leuk idee omdat je toch, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik druk bijna geen foto's meer af. Alles blijft toch in die computer zitten. En het is wel leuk om af en toe een keer een boekje te maken. En bij de Hema kun je van die ja, mobile print. Kun je gewoon dat formaat fotootjes af laten drukken. En dan moet je geloof ik minimaal 30 foto's. En dat is dan een paar euro. En uh, nou, dit is op een van mijn wandelingen een fotootje uh, die het boekje ingaat. Dus alles waarvan ik dacht, ja, dat vind ik leuk. Hier bijvoorbeeld een foto van de sok van de handgeverfde wol die ik aan het breien ben. Die plak ik dus in het boekje. En dan uh, plak ik er een stukje bij van de wol die ik uh, erbij gebruikt heb. En dan maak ik er wat aantekeningen bij. Um, ja, ik vond dat wel een hele leuke manier om dat boekje verder mee te vullen. Oh, dat is van een fotoshoot van afgelopen zomer. Uh, dus allerlei fotootjes waarvan ik dacht, nou, dit, mijn woord van het jaar is koesteren. Dat staat ook voor in mijn boekje. Uh, ik ben niet zo'n geweldige tekenaar, dus uh, ik merkte dat ik mezelf op ging leggen met dat boekje. Van, oh ja, dan moet ik allemaal mooie dingen tekenen en mooi schrijven. Uh, nou, daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon leuk om fotootjes te maken. En die foto's die leggen vaak heel goed vast uh, wat belangrijke momenten voor mij zijn. Zowel privé met, met het gezin als uh, dingen die ik uh, op werkgebied doe. Dus uh, nou ja, een tip. Uh, en de boekjes kun je uh, nog steeds uh, in mijn webshop krijgen. Nieuwe wol. De Erica Night, die ik net liet zien, is echt een heerlijk wolletje om mee te breien. En ik heb er een kleurtje bij. Want ik had vier basiskleuren. Maar ze zijn de kleurlijn een beetje aan het uitbreiden. Dus ook daarbij bestel ik er steeds een kleurtje bij. Tijdens. Uh, ja, ik heb op Instagram een enquête gehouden en ook een linkje aan de nieuwsbrieflezers gestuurd. En dan werd een aantal keer genoemd um, dat jullie wel wat felle knalkleuren misten. En dan vooral knalroze werd een aantal keer genoemd. Nou, u vraagt wij draaien. Uh, Geweldige knalroze kleur is dit. En ik was gisteren een beetje de kast opnieuw aan het indelen en toen legde ik hem naast die okergele en de donkerblauwe. En toen dacht ik: Nou, wat een toffe combinatie! Kijk, normaal is dat knalroze en dat gele niet per se mijn kleur. Maar Andrea Maury zou zeggen: pak een kleur die wel jouw kleur is. Nou, dat is bij mij altijd donkerblauw. En dan kun je daar iets bij nemen. wat je dan wel hele toffe kleuren vindt. En zeker als je dan een rode lippenstift op doet. dan uh, onderbreekt dat mooi. Dus een, een, een leuke sjaal of iets. waarbij dan hè, je eigen kleur het dichtste bij je gezicht zit. en je het dan uh, aanvult met kleuren die je gewoon heel tof vindt. Ja, dat is uh, iets wat je heel makkelijk kan doen. Uh, en waardoor je toch eens wat andere kleuren kan kiezen dan normaal. Nou, ik vond dit echt. Een geweldige combi, ik dacht ik laat het even zien. Um, de nieuwe wol die ik nu laat zien, die staat nog niet in de webshop. Um, ik doe gewoon graag veel dingen tegelijk, waardoor niet altijd alles zo snel gaat als ik zou willen. Um, maar ik heb ook met mezelf afgesproken dat dat niet hoeft. Ben je nieuwsbrieflezer, dan krijg je sowieso een bericht als alles erin staat. Um, op Instagram laat ik altijd weten als er nieuwe dingen zijn. Vooral in de stories uh, laat ik dat vaak zien. Uh, en anders gewoon vaak naar miriemoldenbeek.nl gaan. Ik ga komende week alles zo langzaam maar zeker aanvullen. Die uh, Knalroze Erika Knight die zal er wel redelijk snel in staan. Het voordeel daarbij is vaak dat ik foto's van de leverancier kan gebruiken. Dus dan hoef ik niet eerst allemaal foto's te maken, want dat is met dit weer ook een beetje ellendig. Uh, dus de Erika Knight, een kleurtje aangevuld. Uh, dan heb ik een tijdje getwijfeld, want ik dacht: ja, ik ben met allemaal nieuwe wolletjes bezig. Um, moet ik er niet wat uit gaan gooien? Toen heb ik eerst een hele tijd getwijfeld om de Rico Merino eruit te doen. Dat is de wol waar ik eigenlijk altijd langs mee samenwerk. Um, ik weet niet zo goed waarom ik dat dacht. Nou, waarschijnlijk omdat het nieuw wolletje wat ik heb gekocht dezelfde dikte heeft, dus het is een Aaron slash worsted weight. Dat zit een beetje dicht bij elkaar. De Let Lope die ik al in de webshop heb is dat ook. Dus ik dacht, nou ja, als ik dan die nieuwe uh, wol neem in de Aaron worsted en we gaan naar de zomer toe, dan vinden mensen dat misschien, ja, die kopen dat dan niet of ze... En toen dacht ik, laat het lekker los, <laughs> want ik ga gewoon kopen wat ik vind dat mooi is en wat werkt en deze wol is gewoon echt heerlijk voor kindjes het hele jaar door uh, hij doet het ook heel goed in het uh, breipakket voor de babydeken uh, dat babydeken is echt al die vind je ook in mijn webshop naar babydeken is al door zoveel mensen gemaakt en cadeau gegeven en nou, ik krijg daar alleen maar positieve dingen van terug de kleurtjes zijn geweldig uh, die merino die houdt je warm of koud wat ook nodig is wat voor een pasgeboren baby echt fantastisch is Um, of het nou in de zomer of in de winter geboren wordt, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus op een gegeven moment, vooral mijn man zei, want ik zat een beetje te dubben, die zei: "Joh, dan ga je toch gewoon lekker uitbreiden? Doe je er toch gewoon wat bij?". Uh, dus dat ga ik doen. Ik hou de Rico Marino erin. Ik had hem al wel in de sale gegooid, dus die loopt nog eventjes deze week door. Um, dus alles wat ik nog op voorraad heb, kun je nog tot en met, nou ja. Ik denk dat het zo tot maandag, de 16e februari of zo. Nee, wat is het maandag? Uh, maandag 17 februari. Dan zal die nog in de aanbieding staan uh, op de voorraad die ik nog heb. En daarna gaat de prijs weer gewoon naar normaal. Normaal is die 4,80, nu 4,30. Um, en dan ga ik ze dus ook weer bijbestellen. Wat is dan het nieuwe wolletje dat ik had? Hamilton. Tweet. Dit is de tweet. Dat is een. Beetje een uh, ja, de basis is petrol met wat leuke tweetjes. Uh, nog een kleurtje wat ik niet veel in de webshop nog had. Een beetje paarse lavendel, Dus ik dacht dat is ook wel eens leuk om mee aan te vullen. Um, dit is ook een tweet. Hij is echt wat frisser groen dan hier, maar dat zal op de foto in de webshop wel heel duidelijk worden. Uh, een donkerblauwe. En iemand was voor mij aan test breien. Die, heeft, die is met deze de, van Andrea Maury de Weekender aan het maken. En die heeft echt teruggegeven dat het een fantastische wol is om, om die trui mee te breien. Of sowieso een fantastische wol is om mee te breien. Dus dat vind ik altijd fijn om te horen. Uh, ik laat altijd eerst andere mensen ook wat ermee breien. Voordat ik een beslissing neem om dat in te kopen. Dit is de wat lichtere. Brei Blauw. En dan heb je ook nog gewoon de Hamilton. Dus dat is geen tweet. En hier uh, zien we die terracotta kleur weer. Staan dus nog niet in de webshop. Ik heb ook niet verschrikkelijk veel kleuren al. Uh, dat komt eigenlijk omdat ik vaak. Ja, het begint toch een beetje hier. En we gebruiken het in de breilessen. En dan ga ik het eens uitbreiden. Maar het heeft dus dezelfde dikte als die Rico Merino. Dus uh, ja, de flextrui, De. Uh, ja, het vestje wat hierachter hangt is trouwens ook uh, dat is de Pure Perium Cardigan voor babytjes. Um, ja, dat zijn allemaal patroontjes. Die, zie, die vind je dus ook op dat Ravelry board. Hè, als je naar die bundels gaat bij de and Worsted Weight. Um, ja, het is dezelfde dikte, uh, andere kleurtjes, een andere basis. Want dit is een non-superwash 100% wol en dus geen merino. Dus het, het uh, verschil met die Rico is dat deze niet zo enorm rekt. Hè? Merino rekt heel erg. En dat kan voor kindjes, baby's juist fijn zijn. Want als een kindje dan snel groeit... dan was je het en dan kun je het een beetje oprekken. Of als iets wat kleiner uitgevallen is dan je had gehoopt. Nou, die rek zit hier ook wel in. Maar een stuk minder dan bij de Merino. En dit is dus een non-superwash. Wat als nadeel heeft dat het niet in de wasmachine kan. Maar wat ik al zei, ik doe toch eigenlijk alle, alle wol altijd op de hand. Ehm... Um, als voordeel heeft het dus geen. Ja, het, het, een nadeel van een superwash wol is vaak dat het een behoorlijk chemisch proces heeft ondergaan. om het superwash te maken. Dus om dat laagje eromheen te krijgen dat het wasbaar maakt. Nou, in het kader van uh, duurzaamheid zou je dus zeggen. dan is een non-superwash garen. Heeft die bewerking niet gehad? Dus ja, dat kan dan beter zijn. Um, tegelijkertijd bij kinderkleding enzovoorts. Uh, wil je ook dat het lang meegaat, dat je het lekker makkelijk kan wassen, dus vandaar dat superwasje ook wel vaak heel erg fijn is en ook duurzaam omdat je het gewoon heel lang kan dragen en bewaart en volgens mij gooit niemand een handgebreid vestje of iets weg. Uh, maar goed, dus dat is een uh, een aanvulling waar ik heel blij mee ben. Ze hebben nog veel meer leuke kleurtjes, dus ik hoop dat de komende maanden uit te gaan breiden uh, als je kleuren hebt waarvan je zegt: nou, ik, ik heb die, uh, die Hamilton of die Tweet gezien. Die vind ik zo gaaf. Heb je dat ook in die of die kleur? Stuur me vooral even een mailtje. Uh, per e-mail ben ik altijd het beste te bereiken. Ik had een tijdje geleden even dat er van zoveel kanalen berichten kwamen, dan kan ik het bijna niet meer bijhouden. Dus ik heb nu uh, probeer iedereen zoveel mogelijk naar info.mirjamolenbeek.nl daar naartoe te mailen. En dan uh, beantwoord ik je vraag gewoon meestal binnen twee werkdagen. Dus laat het vooral weten. Ik, uh, het is echt een heel lekker wolletje. Ik ben er heel blij mee. En dan. Last but not least, een nieuwe wol. Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. De Cowgirl Blues. Die gaat er wel echt uit. Uh, een sportweight garen. Ietsjes dikker dan de fingering weight. Ook daarvoor staan borden. Fantastisch mooi garen. Handgeverfd in Zuid-Afrika. Heel blij mee. Maar ik heb nu de keuze gemaakt dat ik toch... Ik werk met zulke toffe verfsters samen. Hè? Atelier Sopra en Pink Pretty's en uh, Draadkracht. Um, Daar ga ik denk ik ja, ook weer mee verder. Maar zoveel uh, goede Nederlandse verfsters. Uh, textielwerk is weer voor me aan de slag gegaan. Hoewel zij zelf niet meer um, uh, de wol echt verkopen via de webshop. Maar wel voor mij blijven verven. Uh, ja, en dat wil ik eigenlijk graag motiveren en stimuleren. Dus daarom hou ik het voorlopig bij handgeverfde wol van uh, Nederlandse bodem. Uh, en ik had. Um, José van Atelier Sopra gevraagd om een paar basics te breien. Ik had, uh, dan vergeet ik natuurlijk de naam. Maar die zet ik eventjes hieronder. En misschien kan ik hier ook wel even een fotootje in voegen. Deze trui van Andrea Maury, die had ik een beetje in mijn hoofd. Want die vond ik echt een gaaf patroon. Uh, maar ik vond die kleuren ook heel mooi bij elkaar. Weer iets heel anders dan alle knalkleuren. Um, en José ging daarmee aan de slag. En ik kwam gelijk met iets. En ik zei: Ja, dat is het. En dat zijn deze. Yeah. Deze basis. Nou, het licht schijnt er een beetje gek op. Maar uh, ik denk dat je het wel goed kan zien. Dus ook weer de terracotta komt terug. Nou, die lijkt een heel klein beetje... En voor de oplettende kijker, jullie hadden de nieuwe kleurtjes misschien al zien liggen. Uh, maar de, ik moet altijd in tegenovergestelde richting. Deze van Atelier Sopra, die had ik al. Dus die heeft ook een beetje die terracotta als basis. Alleen die is gecombineerd met die donkerblauw daar. Dat zat in diezelfde lijn. Uh, en deze past daar dus heel goed bij. Alleen die heeft qua spekkels dus weer meer uh, naar het bruine en steenrode toe. Uh, dus dit is de terracotta. En uh, ze zijn weer op twee basis verkrijgbaar straks. Die moet ik dus ook nog in de webshop zetten en even mooi fotograferen. Uh, dat is met dit weer even een uitdaging. Uh, maar ook weer in een 100% merino. Het is allemaal uh, fingering weight. Dus mocht je patronen zoeken, kijk weer even op dat Ravelry board. En misschien heb je zelf al tig ideeën. Um, in een 100% merino en in de uh, merino nylon basis. De merino nylon, daar kun je dus sokken mee breien als je dat wil. Um, maar dat beetje nylon zorgt er ook wel voor dat, um, ja, dat een trui iets minder peelt of dat, hij, ja, dat het wat steviger is. Dus uh, voor wat ruwere dingen, zoals uh, handschoenen of een kindertruitje dat veel gedragen wordt... zou je uh, voor de Merino Nylon kunnen kiezen. Um, maar die trui van Andrea Maury, die ik net liet zien... die is geloof ik helemaal in een 100% uh, Merino wol. Um, dat gaat wat meer pillen, maar ja, ik vind dat nooit erg. Ik heb ook zo'n pilapparaat, oh, pilapparaatje. Uh, dus de Terracotta. Dit is de Coconut. Een echt een fantastisch mooie kleur. Bruin met net, ja, je ziet het wel goed op het scherm. Net eventjes wat meer streepjes ertussen. Hij is iets, iets ja, bruiner, kokosbruiner dan omdat het licht er zo op schijnt. Um, coconut, hartstikke mooi. Uh, de kiezel, dus een wat lichtere grijze. Maar daar komt dus ook weer dat, dat steenrood, dat terracotta in terug. En hier en daar een spikkeltje van het bruin. Dus die kokosnoot die komt daar weer. Op terug, dus ja, die kleuren zijn ook echt geverfd om bij elkaar te feden. Mocht je nog eens een veet sjaal of trui willen breien. Uh, en dit is de Misty Brown. Nou, je ziet het al, die zit er weer tussenin. Die heeft iets meer weer van dat terracotta rood erin. En de basis daarvan is bruin, maar weer een wat lichtere bruin dan de kokosnootbruin. Nou, echt, echt heel erg blij mee. En dat laat maar weer eens zien hoe uh, kunstig deze ververs zijn. Ik heb daar echt heel veel respect voor. Ik heb toen natuurlijk een dagje in Zeeland vol mogen verven. Um, en het is echt heel wat om ja, zo'n streng te verven. Om er uh, niet te veel op te spekkelen, niet te weinig. Uh, en om het dan ook nog eens na te kunnen maken. Dus uh, ik heb dadelijk uh, wat op voorraad, maar je kunt bij deze wol dus altijd vragen van: goh, ik heb uh, zes strengen nodig, uh, kan ik die bij je bestellen? Nou, dan ga ik dat met José overleggen hoe lang dat gaat duren, en dan krijg je gewoon die zes strengen uit hetzelfde kleurbad. Dus die zullen nooit exact hetzelfde zijn als uh, deze bijvoorbeeld, maar goed, dat is met handgeverfde wol nooit. Maar dan heb je ze wel uit hetzelfde kleurbad en ja, bijna exact lijkend. Ik heb de vorige lijn van José al een aantal keer bijna nabesteld. En um, nou ja, soms zie je het verschil gewoon bijna niet. En ja, ik vind dat echt heel knap uh, dat, dat, je, dat iemand dat kan. Um, textielwerk is dus bezig met Pink Pretties. Daar zijn ook alle kleuren zo goed als uitverkocht. Dus uh, daar, daar ga ik ook weer mee in overleg. Uh, ja, dus superleuk dat dat zo uh, lekker loopt. Even wat mededelingen, uh, want dan uh, ga ik er zo uh, een beetje uh, mee stoppen. Dan heb ik misschien nog breitijd over vandaag. Um, um, ja, wanneer kun je me zien en wanneer kun je de wol zien? Het wolfeestje ging in januari eventjes niet door. Uh, door drukte, door van alles wat er op dat moment speelde. En uh, de vrijdagavond waarop ik dat altijd deed, ben ik tegenwoordig aan het uh, klassiek balletten. En dat vind ik echt echt heel erg lekker dat ik dat weer ontdekt heb en we gaan ook nog eens naar een voorstelling toe werken uh, dus die vrijdagavond zit ik lekker uh, um, ja, sta ik op mijn balletschoenen pirouetjes te draaien um, dus die vrijdagavond dat gaat niet meer ik heb wel in uh, maart weer een wolfeestje gepland staan op zaterdagavond die datum staat in de, uh, in de agenda op mijn website uh, maar de eerstvolgende moment dat je echt eventjes lekker aan tafel aan kan schuiven, met elkaar kan breien en alle nieuwe wol kan bekijken en kopen, is op zaterdag 22 februari. Dan ben je tussen tien en vijf van harte welkom hier in mijn atelier in Scheveningen. Uh, voor de contactgegevens, die kun je ook vinden op mijn website. Je kunt dan dus gewoon zonder afspraak lekker hier langskomen, uh, wol en breinaalden kopen. Ik heb een pinapparaat hier. Uh, wellicht kom je andere breisters tegen op dat moment, of wil je met elkaar afspreken, De thee staat klaar, er staat wat lekkers klaar. Dus schuif gerust ook even met je breiproject aan aan tafel. Um, dus dat is echt een open atelierdag waarop je de wol kan bekijken en hier langs kan komen. Um, en de open atelieruren zijn voorlopig uh, op vrijdag tussen half, zeg ik dat goed? tussen half tien en half twaalf... en op zaterdag tussen elf en twaalf. Dus dan kun je hier ook altijd langskomen zonder afspraak. Um, er geldt wel voor die uren. Ik ben dan ook breilessen aan het geven. Uh, en ook de open atelierdag is echt wel voor wolverkoop. En um, de open atelieruren is echt wolverkoop, breinaaldenverkoop. Ik heb dan niet heel veel tijd om uitgebreide vragen te beantwoorden. Je kunt natuurlijk dan wel altijd een losse les boeken. Nou, dat vind je allemaal op mijn website... Uh, en de Open Atelierdag is, ja, is ook, mag je altijd korte vraagjes komen stellen. En wellicht dat anderen je ook kunnen helpen. Um, maar ik wil dan wel ook bezig kunnen zijn met uh, ja, gewoon lekker kletsen. Een beetje met iedereen weer uh, bijkletsen. Helpen met wolkeuze. Dus neem gerust een, een patroon mee waarvan je zegt: Nou, dit wil ik al heel lang maken. Maar ik kan niet de juiste kleur of de juiste wol vinden. En daar zijn die dagen ook echt voor bedoeld. En de Open Atelierdag dus ook om gezellig aan te schuiven. Uh, en dat geldt ook voor het Wolfeestje. Dus uh, nou, dan kun je me vinden. Ook daarbij, de tijden staan altijd actueel uh, uh, in de agenda op mijn website. Uh, dan kun je me verder nog zien tijdens de breilessen die in maart weer starten. Nou, zitten geloof ik, want ik kreeg net uh, nog een aantal mailtjes. Je ja, krijgt dan heel veel mailtjes van ik wil komen. Maar dan ja, het geldt altijd wat er op de website staat. Dat kan je bestellen. En zodra het vol zit, ja, uh, zit het vol. En in maart. Zit alles al wel redelijk vol. Dus als je nog in maart wil leren breien, of beter wil leren breien, uh, kijk vooral even nog snel op de website. Bij de kinderlessen heb ik nog wel wat plek. Het uh, loopt ook wat harder vol. Die starten ook weer na de voorjaarsvakantie. Dan kun je me nog uh, zien bij Krokus dat is een cultuurfestival hier in Den Haag. Ik zet hier onder even de website. Want op dinsdag en vrijdag sta ik in het Regentessentheater hier in. Uh, in Den Haag, Scheveningen is net het randje, geloof ik. Uh, ben ik twee dagen aanwezig in de Room, Waarbij je dus met je kindjes van 4 tot 12. allerlei verschillende wolprojectjes, projectjes prijprojectjes. Je kunt daar aanschuiven, ik geloof voor 3 euro. En dan uh, kun je wat leuks maken van wol. Uh, dat hele festival is gewoon superleuk als je kinderen hebt in de leeftijd 0 tot 12. Uh, dus als je in de buurt van Den Haag woont of in Den Haag woont, of gewoon een leuk dagje ervan wil maken uh, in de voorjaarsvakantie, dus kijk dan zeker even op die website wat er allemaal te doen is. Dan ben ik ook heel erg onverwachts. Komende zaterdag in Zwolle op de Handwerkbeurs. Ik heb eerst heel lang gedacht, ik ga niet, want het is best druk. Um, het is ook niet zo dat ik wol nodig heb. Uh, want ik heb net allemaal nieuwe wol ingekocht. Waar ik heel graag ook zelf uh, mee aan de slag wil om voorbeelden te breien. Um, maar ik vind het wel heel erg leuk om een aantal mensen weer even gedag te zeggen. Ik ga stofjes kijken. Want dat is het leuke van de handwerkbeurs: dat er ook stof staat. En ik ben ja, dus ook een beetje aan het naaien. Ik ben een beetje met projecttasjes bezig. Daar ga ik voorlopig nog niks van laten zien. Maar. Ja, daar ben ik wel mee bezig. Dus dat vind ik leuk. Maar vooral vind ik het leuk om met een uh, hele fijne vriendin te gaan. Sandra, die je misschien wel kent als Craftfulness, uh, actief op Instagram, heeft ook een hele tijd wolgeverfd. geverfd. Um, die kon ook. Dus we hebben eigenlijk gisteren besloten: ja, we gaan uh, zondag daar gezellig op de beurs rondlopen. Dus uh, mocht je me tegenkomen, uh, zeg vooral even gedag. Uh, ik weet dat mensen dat dan soms spannend vinden of zo. Maar ik ben zelf, als ik op zo'n beurs. Uh, ja, ik raak heel snel overprikkeld, dus dan zie ik het ook allemaal niet meer. En ik uh, uh, ja, ben dan niet altijd goed in herkennen of... Maar kom gewoon naar me toe en zeg gewoon hoi, ik ben van... En dan denk ik, oh ja, leuk. Dus zeg vooral even gedag. Uh, denk niet van, oh, ik uh, ze zal wel gek ervan worden. Uh, als dat zo is, dan ga ik wel even een half uurtje op de wc uitrusten. Nee, maar, nee, maar als ik uh, nee, kom gewoon lekker gedag zeggen. Supergezellig. Dus daar, uh, wat wilde ik nog zeggen? Ja, in de revelry groep uh, loopt nog de Kal Warme Handjes. Uh, dus daar uh, kun je lekker wanten breien tot en met Schrikkeldag. Daar heb ik een, uh, 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 een draadje waar je kan kletsen over wanten. Er worden hele leuke patronen gedeeld, dus als je nog inspiratie zoekt. En dan is er één draadje waarbij je de wanten die je gebreid hebt, uh, daar een foto van kan plaatsen. En daaruit ga ik uiteindelijk een winnaar kiezen voor een klein prijsje. Dus dat loopt in de, uh, uh, daarin. Vorige uh, vlog heb ik um, een oproep gedaan. He, zei ik van, uh, ik kan wel vertellen waarom ik graag brei en wat mijn missie is. En ik wil dit jaar zoveel mogelijk mensen aan het breien krijgen, jong en oud, uh, man en vrouw. Um, en daarvoor vind ik het wel leuk om op het blog wat dingen te delen over waarom... Breien graag, graag. Waarom zou je dat nou willen leren? Ik uh, vertelde in een vorige vlog ook van: dan heb je met kerst ook wat vaker bijeenkomsten met mensen, soms ook met mensen die je wat minder vaak ziet. En wat doe jij eigenlijk? En ik geef breiles. Huh? Bijles? Nee, breiles. Brei en dan de een gaat dan verder vragen, en de ander zie je echt een beetje afdwalen. Van nou, oké. Okay. Um, en toen heb ik een oproepje gedaan: van als je het nou leuk vindt om een stukje te schrijven over waarom jij graag breidt. Um, ja, neem dan even contact op via info@mirjamollembeek.nl. Ik heb al een aantal superleuke blogs binnen met foto's, uh, ook van mensen die zelf uh, uh, vlogs maken of een beetje in die breiwereld bezig zijn, maar ook mensen die in een totaal andere hoek werkzaam zijn en vertellen hoe het daar is uh, op het moment dat ze zeggen ik brei. Um, dat zijn hele leuke blogs. Ik heb er nog geen geplaatst, dat ga ik wel ook één deze dagen doen. Ik ben nu bezig een beetje uh, Um, een goede indeling te maken en dat te doen. Maar zoals ik daar straks al zei, ik doe gewoon graag veel dingen tegelijk. Uh, waardoor ook altijd alles iets langzamer gaat. Maar het gaat wel gewoon allemaal gebeuren. Uh, dus kijk je nu en zeg je, oh dat heb ik vorige uh, vlog gemist. Maar ik zou het super leuk vinden om daar een stukje over te schrijven. Um, mocht je een website hebben of iets, dan, dan prima als je het linkje meestuurt. Um, ja, dus uh, die, die blogs zul je ook binnenkort zien verschijnen. Uh, wil je daar weer van op de hoogte blijven, dan is uh, het worden van Mirjam Molenbeek een VIP, oftewel een nieuwsbrieflezer, um, is dan een goed idee, want dan blijf je gewoon sowieso op de hoogte. Nou, dat was het geloof ik wel. Uh, wat ik uh, zo'n beetje door de loop van de video heen zei, als je vragen hebt over wat ik doe, wie ik ben, of je wil er meer over weten, of je hebt vragen over Patreon of over wat dan ook. Soms weet ik eventjes niet zo goed wat ik, want dat viel me wel op toen ik die enquête deed, dat er ook mensen zeiden, uh, Patreon, wat is dat dan eigenlijk? Um, terwijl ik dan denk, oeh, ik ga er maar niet meer te veel over praten, want uh, ik wil mensen er ook niet mee doodgooien. Dus voor mij is het soms lastig van, ja, welke dingen heb ik al tig keer verteld, of um, waar zou je meer over willen weten? Um, de poes komt even kijken. Um, dus ja, stel dan je vraag hieronder, en dan uh, maak ik daar binnenkort een aparte vraag-antwoord video over. Heel erg bedankt voor het kijken. Um, super tof dat de laatste tijd er heel vaak. Uh, dat jullie echt. lijkt het bewust bezig zijn. met uh, uh, op het duimpje omhoog hieronder klikken. of op het achterlaten van een reactie. Dat helpt mij gewoon. om meer zichtbaar te worden op YouTube. En hoe harder mijn kanaal groeit. Um, ja, hoe meer ik tijd kan maken. om deze video's te blijven maken. Um, mocht je zeggen. Want er waren ook mensen die zeiden. ja, ik word geen patron. omdat ik uh, op zich. Gewoon al heel goed kan breien en niet per se extra vlogs in de maand wil zien. Dat kan. Um, maar ik zou je wel gewoon willen steunen. Dat kan ook. Je kan ook uh, patron worden om gewoon ervoor te blijven zorgen dat ik dit vlog. Uh, maandelijks in de lucht kan houden en dan uh, kan je patron worden voor maar 2 dollar per maand. Daar steun je me ook al superveel mee. Dus uh, het hoeft allemaal niet, maar mocht je denken, ja, ik uh, wil wel steunen, maar ik vind het zo lullig voor 2 uh, dollar, vind dat dan absoluut niet. Want dat, dat is, uh, dit, dit is elke hulp. Uh, duim, geldt ook voor duimpjes omhoog of opmerkingen hieronder. Of dat je een keer tegen iemand vertelt: van ik ah, ken je die vlog. Dat helpt me allemaal al super. Dus uh, voel je nooit ergens toe verplicht. Maar denk ook niet, ook doe maar niet. Want, uh, ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Superleuk dat je de tijd weer nam. Zeker als je nu tot dit einde hebt gekeken. En ik uh, zie je volgende maand weer. Of op een van de dingen die ik daar straks noemde. Zeg vooral gedag als ik je zie op de handwerkbeurs. Ik ga proberen daar ook wat opnames voor te maken. Um, maar ik weet ook dat ik dan ook vaak denk, ja weet je, ik ben gewoon lekker even een dag ook ontspannen weg. En uh, ja, wil daar gewoon even lekker van genieten. Dus uh, ik moet even kijken hoe die dag loopt. Heel erg bedankt nogmaals. Ik je, wens je een uh, fijne maand februari. Uh, of tot op Patreon. Als je Patreon bent, dan uh, zie ik je volgende week met een extra vlog. Heel erg bedankt en uh, ik zie je op dit kanaal in maart. Doei!